Zo, goeiedag, daar zijn we weer. Onderweg naar restaurant Christo om weer een mooie kookvideo voor jullie op te nemen. We gaan vandaag Kentucky Chicken maken. Dus dat belooft veel goeds. Willen jullie alle recepten nou eens een keer op je gemakje teruglezen? Ga dan even naar www.keesaandekook.nl. Je komt dan op de website van onze pindakaaswinkel. Maar daar vind je in het menu recepten Kees aan de Kook. En als je die aanklikt, staan er alle recepturen van alle vlogs op. 1 hour later. Zo, we zijn in de keuken inmiddels. Ik heb mijn voorbereidingen getroffen. We gaan Kentucky Chicken maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Zout. Kippendij. In dit geval, je kan het ook met vleugeltjes doen of met drumsticks. Cajun kruiden. Sambal. Ik heb milde sambal. Pango, Japans broodkruim. Tempura meel. Spuitwater. En vodka. Okay, dan beginnen we met het maken van tempura meel. Ze zeggen tempura meel. En dan doen we gelijke delen vodka en spaarrood. Ongeveer 2 eetlepels Cajun kruiden in. Goed doorroeren. En 1 eetlepel sambal. Alles goed doorroeren, goed mengen. Zo, we hebben de tempura meel klaarstaan zoals net uitgelegd. Deze ingrediënten kan je overigens allemaal in de toko kopen. Dan hebben we de kippendij. Die gaan we even zouten. Aan alle twee kanten. Dan halen we hem door het tempura beslag. Een klein beetje uitlekken. En dan in de pango. Pango is Japans broodkruim, ook dat kan je gewoon prima in de toko kopen. En we drukken die pango als het ware een klein beetje in het tempura beslag. Zo, dan heb ik de frituur. Heb ik warm 180 graden. We doen het in een pannetje, maar het kan natuurlijk gewoon in je frituur thuis. En dan laat je hem heel eventjes een beetje zo in de pan rondgaan voordat je hem loslaat. Mooi goudbruin op de pan bakken zodat die mooi gaar is. Goudbruin, krokant. Even uit laten lekken met een schuimspaan. Netjes op een vetvrij papiertje. En klaar is Kees. Vond je dit recept van de Kentucky Chicken nou ook helemaal fantastisch? Geef een duimpje en abonneren.